Hoi, ik ben Bas, klimaatwetenschapper en Europarlementariër. Hi Bas, dit is Noah. Mijn oude bank investeerde in olie. Daarom heb ik een tijdje geleden een rekening geopend bij een nieuwe bank. Die zegt alleen maar duurzaam te investeren. Maar ja, hoe weet ik dat nou zeker? Ja, hele goede vraag, Noah. Die financiële wereld, het is eigenlijk een beetje de laatste sector die nu in het klimaatdebat wordt getrokken. Want vroeger, als je ging kijken naar financiële besluiten, er werd geen rekening gehouden met de effecten van klimaatverandering. Dat hebben we nu Europees geregeld. Als een bank zegt, wij doen aan een groene investering, dat het ook een echte groene investering is. Dat is de taxonomie. Dat is een forse wetgeving. Maar wat we daar vooral geregeld hebben, is dat je aan drie voorwaarden moet voldoen om groen genoemd te worden. De eerste voorwaarde is, je moet 1 van de 6 duurzaamheidsdoelen bereiken. Tweede is, je mag geen schade berokkenen aan die andere duurzaamheidsdoelen. En het derde is dat er een soort minimum is aan sociale en mensenrechten. Ja, die 6 duurzaamheidsdoelen zijn klimaatmitigatie, dat is eigenlijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is klimaatadaptatie, aanpassen aan klimaatverandering. Het tegengaan van verlies van biodiversiteit. Het duurzaam watergebruik. Circulaire economie. En het tegengaan van milieuvervuiling. Dus als een bank zegt een groene investering te doen, dan moet die echt aan deze voorwaarden en deze Europese wetten voldoen. Supergoed zeg! Dat lijkt me veel werk. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst? Nou, dat was ook niet zo heel makkelijk, Noah. Je moet je voorstellen, die financiële wereld, die werd tot dan toe helemaal niet gereguleerd. En nu kregen ze dus strenge regels op wat vergroening betekent. Dus er was een gigantische lobby van die industrie om ervoor te zorgen dat eigenlijk alles zo makkelijk mogelijk een groene investering wordt genoemd. En die strijd, die is nu nog steeds gaande, want die wet moet uitgewerkt worden. En we weten bijvoorbeeld nog steeds niet goed, welke investeringen in gas kunnen nu nog groen genoemd worden. Of ook bij kernenergie speelt die discussie nog. Want dit zorgt echt voor een verandering in de financiële wereld als we deze Europese wet uiteindelijk helemaal hebben aangenomen. Klinkt heel goed, Bas. Dat is wat het klimaat nodig heeft. Ja, zeker, Noah. Die strijd is er wel. Maar uiteindelijk leidt dit tot een groene standaard in de financiële wereld. Die beleggers willen natuurlijk naar die groene investeringen gaan. Dus dit kan echt heel veel geld in de goede richting zetten. En het zet ook wel echt een mondiale standaard. Je hebt ook meteen gezien dat de wereld aan het kijken was van waar is Europa bezig? Welke standaard wordt hier gezet? Dus dit gaat een mondiale standaard worden. En dat kunnen we natuurlijk ook dan overal gaan toepassen. Bijvoorbeeld corona herstelfonds. Die hele discussie over waar gaan onze herstelbetalingen naartoe. Ja, we zijn nu bezig om ervoor te zorgen dat die groene standaard ook bindend wordt voor die herstelbetalingen. Oké, en gelden die regels nu al? Nou, bijna. Dat moet eerst natuurlijk nog helemaal uitgewerkt worden. Voor elke sector moet bepaald worden wat is nou een groene investering. Wat we ook echt nodig hebben is een definitie wat is een niet duurzame investering. Eigenlijk een bruine taxonomie naast die groene taxonomie. Zodat een investeerder echt weet, daar wil ik niet mijn geld stoppen en dat moet naar die groene kant. Ja, dat voorstel kunnen we dit jaar verwachten. En als we die voorstellen samen hebben geïmplementeerd, dan heb je pas echt een volledige taxonomie voor de financiële wereld. Die dan vervolgens dat ook allemaal moet gaan rapporteren, zodat we echt de financiële sector naar een groene economie kunnen stimuleren.